Goedendag. De dag begon vandaag nog met veel bewolking, her en der ook wat lichte regen of motregen. Maar het gaat in de loop van deze vrijdag wel veranderen. Dan gaan we vaker blauwe lucht te zien. Het wordt dan droog. En temperaturen lopen nog op naar zo'n 21 tot 24 graden. Dat zijn nog wel aangename temperaturen, want in de loop van het weekend en zeker op maandag krijgen we echt wel met hitte te maken. Op de weeranimatie zien we die storing ook goed terug, waar we dan vanochtend mee te maken hadden. Trekt uiteindelijk allemaal richting Duitsland weg. Daarachter meer opklaringen. Die wind blijft eerst nog wel westelijk, ook op de zaterdag. Maar de temperatuur loopt dan al wel op naar zo'n 25 graden in het zuiden. Maar met name die zondag en maandag zien er heet uit, want er bouwt zich een hoog drukgebied op. En ten westen daarvan zien we een zuidoostelijke stroming. En daarmee wordt dus hele warme lucht aangevoerd. Tropische temperaturen verwachten we op zondag en op maandag. Dus er zit een tijdelijke hitteopstoot in de verwachting. Vandaag hebben we nog niet met die hitte te maken. Maxima's liggen zo tussen 21 en 24 graden. Eerst hebben we nog wel dus te maken met wat lichte regen of motregen, maar dat trekt uiteindelijk allemaal weg richting Duitsland en dan krijgen we echt nog wel wat meer ruimte voor de zon. De wind is overwegend matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen, neemt in de loop van de middag iets in kracht af. Dan is het vanavond nog lange tijd prima weer om naar buiten te gaan. Temperaturen zo tussen 16 en 20 graden. Met daarbij een mix van wolken en opklaringen. De meeste zonuren dan nog voor het noordwesten van het land. Vannacht kan het door die opklaringen ook flink gaan afkoelen. In het binnenland zo'n 12 tot 14 graden. Aan de kust ietsje zachter met zo'n 14 tot 16 graden. Ook nog goed weer om even je huis door te luchten. Met die hitte die natuurlijk in aantocht is. En de wind is nog iets verder afgezwakt, is zwakt op matig van kracht uit een zuidwestelijke richting. Zeker aan het einde van de nacht kan het in de gebieden met weinig wind, daar kunnen dan nog wel enkele mistbanken gaan ontstaan. Morgen staat dan de eerste zomerse dag van die zomerse episode op de planning. Temperaturen lopen al op naar zo'n 22 of 23 graden in het noorden, 24 of 25 in het midden en oosten en mogelijk al wel 26 graden in het zuidoosten van het land. Het is daarbij droog met een mix van wolken en zon. In het zuidoosten waarschijnlijk de meeste zonuren. En bij dat alles staat er een matige wind uit westelijke richtingen. Nou, dan zondag. Dan doen we daar nog even een schepje bovenop qua de temperatuur. Vrijwel overal wordt het zomers warm met 25 tot 27 graden. Ik heb hier 29 graden ingetekend staan in het zuidoosten. Maar mogelijk dat we daar lokaal al wel richting die tropische 30 graden gaan. De wind is daarbij al gedraaid, wordt overwegend aflandig uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht en het blijft daarbij ook de hele dag droog. In de meerdaagse zien we dan ook dat die maandag de warmste dag wordt met gemiddeld zo'n 32 graden. In het zuiden misschien wel een graad of 34 met ook flink wat ruimte voor de zon. Maar vanaf dinsdag gaat de wind toch weer draaien naar het zuidwesten, wordt de lucht wat onstabiel. En dan kunnen we mogelijk ook weer enkele stevige regen- en onweersbuien verwachten. Wel nog hoge temperaturen dan, richting die 30 graden. De dagen daarna zet die temperatuur toch wel echt een verdere daling in naar uiteindelijk maar zo'n 22 graden op de donderdag. Dus die hitte is wel echt maar van korte duur. Tot de volgende keer.